Ja, dus grappig hoe warm dat wordt van de... Een GoPro-cameraatje. Ja, maar hoe warm dat wordt van de opnames. Ja, ja. Ook dat maakt overigens beeld wat ook voor normale tv bruikbaar is. Ja, want ik begreep... HD dus. Hij staat nu op gewoon... Ja, het is sowieso HD, maar je kunt er dus 5K volgens mij mee. Dat is vrij hoog. Maar ja, de waarde bij waar je urenlang opnames mee kon maken. Ja, hier ook wel hoor. Dus die kan nu, want hij heeft nu nog... Je weet dat je soms bij autoscènes... Maar wordt die auto volledig volgeplakt met die... Met die dingen, met ja. Met die GoPro-camera. Ja, eentje aan de voorbumper. Ja. En even voor op de motorkap. Hier, ja, eentje natuurlijk hier voor de... Twee vaak voor één voor de ene passagier en één voor de andere. Dus dat is een gouden idee. Minicameraatje. Ja, echt heel goed bedacht, ja. En onder drones hangen ze vaak ook, hè. Zitten ze dan ook ingeklemd. Ja, maar die drones maken ook foto's die kennelijk van een zodanige kwaliteit zijn. Ja. Dat ze goed bruikbaar zijn. Even voor Bert. Bert, wat je nu hoort, is het geluid van de airco. Dus als hij denkt van wat hoort... Ja, sorry Bert, sorry voor iedereen dat wij hier de boel staan te vervuilen. Maar jammer genoeg hadden we geen andere stroombronnen op dit moment. Nee. En Tom is nu bezig om zonnepanelen te laten installeren op zijn dat dak zou leuk en zijn. Motorkap. Misschien kunnen we bij Lightyear nog wat apparatuur lenen. Dat is toch allemaal failliet. Ja, zodat we... Tom heeft ook de vogelpoep van 2 weken geleden. Zit ook nog steeds die op, ja. Zit ook nog op de vooruit. Ja. Had jij hem er al afgehaald als het jouw auto was? Ja, ik, als ik zelf rij, had ik het eraf gehaald. Ah, oké. Okay. Ja. Dat had ik nou niet van jou gedacht. Ik dacht, jij laat het er ook in zitten tot het weer een keer regent. Nee, omdat ik het zou maar toch gaan irriteren, denk ik. Oké, op een gegeven moment zie je het niet meer. Ja, daar ben ik met je eens. Je vergeet het, maar ik wijs je er nu op, terwijl jij hebt het waarschijnlijk helemaal niet gezien. Nee. Ja, het is me wel opgevallen. Je hebt nog een hele einde gereden terwijl je naar die poep zat te kijken. Ja, dat klopt, ja. Ja. Het stoort me niet. Nee, nou ja, geweldig. Het schijnt overigens wel als het op de lak zit dat het schadelijk kan zijn. Dan moet je het er niet te lang op laten zitten. Nee, we hebben vogelpoep zit al een rare rommel in. Je hebt hier ook soms van die paarse vogelpoep. Dat is pas erg. Vandaar dat ik me excep en ook er nooit in de straat. Maar het zal toch ergens goed voor zijn, denk ik toch? Die vogelpoep? Ja, of niet? Ik denk het wel. Als het geconcentreerd ergens naar beneden in een tuin valt, zal het wel goed zijn voor die tuin. Ja, dat had die man trouwens van de week bij het Utrechts Landschap wat ik vertelde. Die had zo'n leus van de natuur heeft de mens niet nodig, maar de mens heeft de natuur wel nodig. Ja, het wonderlijke is dat toch allemaal verhalen zijn die ervan uitgaan dat wij niet tot de natuur behoren. Ja, oké. Okay, we zijn een heel normaal onderdeel van de natuur. We zijn namelijk een sociaal levend zoogdier. Wat zich feitelijk vrij traag voortplant. Maar wat over een uniek vermogen beschikt om zijn hersens te gebruiken. En nadat we eenmaal een aantal stappen gezet hadden, blijven we lekker bezig, om het maar even zo te zeggen. Ja. Al is ons nog niet definitief duidelijk geworden dat we nooit verder zullen komen dan dit zonnestelsel. En je hebt de grondwet. Dat is ook de eerste keer dat ik... Ja, de grondwet. Ja, ik dacht nou... Ik ga niet... Dat zijn enorm veel artikelen voor iedereen die het wel even... Het is de eerste keer dat ik jou met een briefje zie. Ja, ik had geen zin om de volgorde van de verschillende artikelen uit mijn hoofd te leren. Dus ik heb wel korte aantekeningen gemaakt. Ik ben benieuwd. We gaan eens even kijken. Ik heb ook geen bril bij me. Dus het is vooral belangrijk dat ik mijn eigen handschriften kan lezen. Ja, allereerst gaan we ons bezighouden. Kort, zeg maar kort. Het is meer een oriëntatiecursusje dan dat het nu van het allergrootste belang is. Want er zijn allerlei mensen over. Ik zag ook een column van Joop van den Berg in dat parlementaire digitale krantje. Wat overigens met de ondergang bedreigd werd. Laten ze dat nou niet ten onder laten gaan. Het is enorm nuttig en leuk. Er staan leuke columns in. Stel daar een klein bedragje voor ter beschikking. Dan kan dat doorgaan. Wel nu, Joop van den Berg schrijft daar 1 keer per 2 weken een column in. En die is gestart nu met een serie over de mogelijke veranderingen van de grondwet. Of eventueel een vernieuwing van de grondwet. Deze huidige grondwet in deze vorm, waarvan ik nu een aantal punten ga noemen, die dateert van 1983. Er zijn wel een aantal kleine wijzigingen in aangebracht. Maar ja, het probleem is dat met de wijziging... Of het probleem is het eigenlijk niet, maar de wijziging van de grondwet vraagt een hele complexe procedure. Namelijk 2/3 in beide kamers, geloof ik, voor de verkiezingen, dan weer 2/3 in beide kamers na de verkiezingen. Dan pas kan je de grondwet wijzigen, geloof ik. Goed, artikel 1 van onze grondwet luidt dat in gelijke gevallen Nederlanders gelijk behandeld moeten worden.
We komen zo aan de vraag wie nou eigenlijk een Nederlander is natuurlijk. Want dat is ook nog een vraag die je stellen moet. En dan staat er verder in dat artikel dat discriminatie op welke wijze dan ook is verboden. Maar eerst worden er een aantal principes genoemd op grond waarvan gediscrimineerd zou kunnen worden. Maar dat is verboden. En dan sluit het artikel af met op welk, tenslotte met de formulering dat alle discriminatie op welke gronden dan ook niet is toegestaan. Een beetje een raar artikel natuurlijk, dat je een aantal discriminatiegronden specificeert en dan achter de komma met het laatste stuk van het artikel zegt dat gewoon alle discriminatie toekoer verboden is. Artikel 1 zou wel serieus verbeterd kunnen worden, lijkt mij. Dan is artikel 2 van de grondwet, is de wet regelt wie Nederlander is. Dat heeft ook te maken met de mogelijkheden van uitzetting als je door de wet kennelijk niet beschouwd wordt als Nederlander. En dan zou je eventueel op andere gronden kunnen worden uitgezet. In dat tweede artikel staat ook een heel interessante extra mededeling. Namelijk dat iedereen in Nederland het recht heeft om het land te verlaten. En dan denk je natuurlijk, ja hallo, hoezo, mag ik niet meer vakantie? Kan het zijn dat ik niet naar België mag of zo? Nee, maar dit is een enorm belangrijk artikel. Want als je er even over nadenkt, dan weet je dat in een groot aantal landen in de wereld, niet waar, dan word je gewoon doodgeschoten als je probeert om eruit te komen. Dat wil zeggen, tal van landen zijn feitelijk georganiseerd als gevangenis. Welke landen zijn dat dan? Nou, neem Rusland, nou ja, daar kon je dan nog wel uit, maar de Sovjet-Unie. Of daar ik denk aan de voormalige DDR. Niet waar, de DDR heeft 137 mensen doodgeschoten. Maar dat bestaat niet meer? Nee, dat bestaat niet meer. Maar er zijn nog steeds landen waar je niet uit mag. Omdat daar is het zo kloterig georganiseerd dat het heel moeilijk is om eruit te komen. Ook China, daar moet je denk bij mijn weten moeite doen om eruit te komen. En dan proberen ze natuurlijk te vermijden dat mensen met grote hoeveelheden geld vertrekken. En natuurlijk in een iets aangenamer land gaan wonen dan dat godvergeten klote China. Zoals het nu geregeld is, want dat is natuurlijk een hele onaangename politiestaat. Nou ja, een politiestaat, het woord zegt het al, je mag er niet uit. Als je er al uit mag, denk aan al die sporters bijvoorbeeld vroeger in de DDR, dan zorgen ze zo dat er zoveel mensen achterblijven, dat de kans dat jij wegblijft, dat die niet groot is. Nou, kortom. Belangrijke wet. Nee, ik snap je denkt dus van, wat is er nou voor onzin? Natuurlijk mag ik de tent uit. Ja. Nee, iedereen heeft het recht het land te verlaten en dat is een wezenlijk grondrecht. Ook al die mensen die in principe enorm ontevreden zijn over Nederland, het staat ze volkomen vrij om in België te gaan wonen. Of ergens anders te gaan wonen. Oké, dat is artikel 3 van onze grondwet. Op gelijke voet is iedereen in Nederland benoembaar in de openbare dienst. Dat wil zeggen, iedereen kan een functie krijgen in het, laten we zeggen, overheidsapparaat in de meest algemene zin van het woord. Ze kunnen niet zeggen, ja wacht eens even, het heeft een rare snor, u bent hier niet welkom. Je voelt al aan je water dat de een wel makkelijker bij de openbare dienst bedoelbaar blijkt dan de ander, omdat daar natuurlijk, en dan zijn we weer terug bij artikel 1, ja, je kunt discriminatie verbieden, maar wij weten allemaal hoe treurig dit ook is, dat er voortdurend door iedereen op werkelijk alle denkbare wijze gediscrimineerd wordt. En het is ook heel moeilijk om jezelf te onttrekken aan discriminerende gedachten. Ik ga nou geen voorbeelden weten, maar alle trouwe luisteraars van dit prachtprogramma, die weten natuurlijk dat ik tal van vooroordelen koester die in feite een nogal discriminator karakter hebben, laat ik het zo zeggen. Ik heb me wel eens verdedigd dat iedereen recht heeft op een paar ongelukkige vooroordelen, maar een sterke verdediging is dat natuurlijk eigenlijk niet, dat zie ik ook wel. Maar ik vind het toch wel fijn om vooroordelen te hebben. Kijk, nu is mijn kleinzoon is nu aan het raam verschenen. Ik weet niet precies wat hij wil, maar moet ik het raam even open doen? We moeten even dit korte betoog. We zijn nu. Ja. Yo. Opa, wil je met ons mee in een ritje? En wil ik mee waar naartoe? Nee, we zijn nog niet klaar, dus je moet nog even wachten. Maar daarna. Het is pas over een half uurtje, zeg. Een half uurtje, nou, zoiets. Dat moet wel lukken, denk ik. Ja?
Ja, dat redden zeg, we wel. Zeg maar dat opa wel mee wil met het ritje. En dat ik dan op een goed moment kom ik naar binnen. En je hoort het hier van mijn begeleider. Dat het waarschijnlijk wel gaat lukken. Ja. Oké? Okay? Opa doet nog even de grondwet en dan komt hij naar binnen. Kleinigheid, de grondwet, ja. Dat moet lukken. Hè? Later vertelt opa nog wel over de grondwet. Ja? En nou gaat de ruit weer omhoog. Pas op hoor, dat je hand er niet tussen krijgt. Voor de hitte natuurlijk. Kijk uit, dan gaat hij dicht hoor. Zo. Ja. Ja, dat was even een intermezzo van mijn 6-jarige kleinzoon. Die bij het woord grondwet wel heel bedenkelijk stond te kijken. Zo, wat zou maar die denkt natuurlijk, wat zit open in die auto? Ja, ik denk natuurlijk even, zou het een reep chocola zijn? Of misschien kan ik er iets mee. Oké, we hadden net gezegd dat iedereen op gelijke voet benoembaar is. Ja. Heel terecht is dat natuurlijk, maar de werkelijkheid is, zoals we alle weten, vaak een andere. Maar juist omdat die werkelijkheid vaak een andere is, is die grondwet zo nuttig. Want je kunt een beroep op de grondwet doen. In principe, ja, wacht nou eens even, maar dit is voorkomen verkeerde discriminatie in feite. Hè? Nou ja, we kunnen het hoofddoekjesdebat, we kunnen hier allerlei voorbeelden van geven natuurlijk. We zijn nu aan artikel 4 van onze grondwet nogmaals. Dit gaat allemaal over de zogenaamde grondrechten. Gelijke rechten hebben wij om te kiezen. Afgezien van bij wet gestelde beperkingen. Vaak wordt er aan de artikelen toegevoegd afgezien van wettelijke beperkingen, nou ja, wettelijke voorschriften enzovoort. Dus voor een belangrijk gedeelte is dat hele bouwwerk van die grondrechten opgevuld met wetgeving. Daar moet je eigenlijk altijd ook op letten. Artikel 5 is het petitierecht. Dus je mag altijd zeggen van, er zitten scheuren in mijn woning. Ik woon in Groningen en nou ja, je stuurt een petitie naar Den Haag en dan weet je dat ze daar in dit geval helemaal niets mee doen. Ja, dus het is ook fijn. We hebben het petitierecht. Of het ook altijd effectief is, dat durf ik niet te zeggen. Maar daar gaat het eigenlijk bij de grondwet niet om. Want de grondwet is ook een soort van ideaal gebouw. Als alles zo zou gaan als de grondwet voorschrijft, dan zouden we in het min of meer in het paradijs wonen. Maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk toch vaak anders. Artikel 6 betreft de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Het zijn natuurlijk heel interessant natuurlijk dat twee blijkbaar verschillende dingen zijn. Ik zou zeggen, het is toch een beetje hetzelfde. Maar nee, godsdienst is toch kennelijk een trapje hoger, niet waar, dan een levensovertuiging. Wat moet ik je zeggen? Als je nou zou zeggen, wat is jouw levensovertuiging? Daar zou ik de hele week over na moeten denken. Dan weet ik nog niet of ik volgende week een antwoord zou hebben op de vraag, wat is jouw levensovertuiging? Ik heb een heel gevarieerd pakket van levensovertuigingen eigenlijk. Oké. Ook hier geldt dat het beperkt kan worden, eventueel in verband met wanordelijkheden, en dat er regels gesteld kunnen worden ten aanzien van die vrijheid van godsdienst. Je begrijpt natuurlijk wel dat er een nieuwe godsdienst zou zijn die aan de lopende band mensen op het binnenhof op de brandstapel zet, dat er dan vanwege wanordelijkheden door de overheid geïnterveneerd zou worden. Dan hebben we artikel 7, dat is de vrijheid van meningsuiting. Eigenlijk is de essentie daarvan is dat je nooit voorafgaand aan publicaties of media-uitingen van welke aard dan ook voorafgaand verlof hoeft te vragen. Zo van, ja, mag ik dat wel doen? Is dat niet zus of zo? Het is niet zo dat je dan vervolgens alles mag zeggen wat je wil, want je mag in Nederland ook niet oproepen tot het gebruik van geweld. Dat is heel begrijpelijk, dat is verboden. Dat zo nu en dan toch gebeurt. Wat zal ik daarvan zeggen? Dat zijn natuurlijk meestal halve garen. En dat is ook een heel groot probleem natuurlijk in elke samenleving. Dat elke samenleving een brigade volledige halve garen heeft, waarvan je nooit precies weet wat moet je ermee. Hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk? Hè? Moeten we ze opsluiten? Gekkenhuizen, gevangenissen? Nou ja, vaak hoeven ze natuurlijk, moeten ze niet serieus worden genomen. Dat is natuurlijk. Maar dat is soms vrij lastig wie je wel en niet serieus moet nemen. Je bedoelt niet die 15% PVV-stemmers of rechtse stemmers mee? Nou, ook bij anderen kunnen levensgevaarlijk gekken zijn. Nou ja. Ik heb mensen die op heel normale partijen stemmen, maar die bijvoorbeeld als automobilisten niet goed snik zijn.
Ja, dat kan voorkomen. Die zit ook in deze groep. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Nou, dit gaat dan natuurlijk om vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat chaufferen geen vrijheid van meningsuiting is op zichzelf. Dan is er in Nederland, dat is artikel 8 van de grondrechten, vrijheid van vereniging. Ook hier weer worden de grenzen bepaald door de kwesties die de openbare orde betreffen. Dus nou, als jij dus met je tractor op de grote weg gaat staan en niet waar, en het hele verkeer in Nederland blokkeert, dan kan er in principe door de overheid niet waar worden ingegrepen. En dan zag de tractorbestuurder zegt, ik heb vrijheid van vereniging, maar dat geldt in dit geval dus niet. Dat de overheid nou toevallig helemaal geen flikker doet. Als je dat met je tractor doet, dat is naar mijn idee in strijdig met wat eigenlijk mogelijk is binnen de ruimte van onze grondwet. Goed, dan hebben we artikel 9, dat is vrijheid van vergadering en betoging. Ook hier weer zitten de beperkingen in mogelijke wanordelijkheden. Daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Niet waar dat je dingen gaat doen die de openbare orde er zo ernstig verstoren dat de overheid gedwongen is om in te grijpen. Omdat er natuurlijk steeds bij alle vrijheden die we hebben, die moeten zodanig uitgeoefend kunnen worden, niet waar, dat die niet de vrijheden van anderen beperkt worden. Dat is overigens een heel lastige zaak eigenlijk in Nederland. Als je nou vanmiddag naar het park zou gaan, dan zul je daar zien dat bijvoorbeeld de vrijheid van lawaai, die jammer genoeg niet in onze grondwet is opgenomen, die wordt daar niet, laten we zeggen, ten uitvoer gebracht. Want allerlei mensen vinden het volkomen normaal om een belachelijke muziekdoos mee te nemen en dan in de natuur te gaan zitten en je dan te vervelen met hiphop van de ergst denkbare soort. Goed, artikel 10. Dat gaat over privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook dat is natuurlijk, waar liggen daar de grenzen? Dat is ontzettend moeilijk te zeggen. We hebben natuurlijk een hele instelling die zich bezighoudt met de bescherming van de privacy. Is bijvoorbeeld het feit dat ik op het internet belachelijk word gemaakt welke liedjes ik met een petje op, is dat een bedreiging van de persoonlijke levenssfeer? Ik denk dat, daarvoor ik zou naar de rechter gaan zeggen, rechter, moet je nou eens kijken, of wat heb jij verteld over die boezem van, hoe heet ze ook alweer? Chantal Jansen. Chantal Jansen, niet waar? Heeft ze een boezem of niet? Ja, ja. Oh, oké, ze heeft een boezem. Ik denk dat de rechter ze zeggen, meneer Vos, u moet niet piepen. U bent een bekende persoonlijkheid en dit kan iedereen overkomen die zo bekend is geworden dat het leuk is om hem in full fake een liedje te laten zingen. Heeft er echt natuurlijk wel een beetje gelijk in. Dat ja, het is. Ik vind het ook best irritant dat dat kan. Ik vind het niet in de haak. Ik vind het ook niet leuk dat mensen dat doen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ja, hè? Jaap is degene die dat maakt. Die is van Comedy Central. Die maakt die films. Ja? Die luistert ook altijd naar de podcast. Oh, zo Jaap. Nou, ik vind het niet leuk, Jaap. Zijn, laat ik het maar even eerlijk zeggen. Dat heb ik wel eens gezegd tegen hem. Oh, goed zo. Heeft hij zo. Nou ja, ik heb godzijdank niet. Geen nieuwe beelden gezien dat ik een akelig liedje zing. In ieder geval, ja. Dan is artikel 11 van onze grondrechten de onaantastbaarheid van het lichaam. Dus de overheid kan je niet dwingen om bijvoorbeeld gevaccineerd te worden. De overheid kan het je beleefd vragen, kan je voorlichten, moet je zus en zo. Maar dwang is lastig. De overheid kan natuurlijk wel zeggen, je zegt van ja sorry, maar ik is met de onaantastbaarheid van mijn lichaam had mij bovenal. Dus het kan best zijn dat ik als gevolg daarvan door niet-vaccinatie gevaarlijke ziektekiemen bij me draag. Dan kan de overheid natuurlijk zeggen, ja sorry, maar dan kunt u niet naar openbare gelegenheden, want dan kunnen andere mensen eventueel besmet worden. Dat lijkt mij redelijk, maar je weet dat er in Nederland tal van mensen zijn die dat eigenlijk beschouwen als een totalitair systeem. Sowieso is het in de mode geraakt om een brave en wat rommelige democratie als de Nederlandse, die zijn beperkingen kent, zeker niet waar, omdat die beschouwen als een soort van totalitair onderdrukkende regime, wat eigenlijk een beetje lachwekkend is, als je daar even over nadenkt. Ja, wat hebben we hier? Even kijken. Hemelse goedheid. Oh ja, het huisrecht, artikel 12. Dus het is als de politie vanavond bij jou komt bellen en dan meteen naar binnen stormt, zegt van ja, we gaan al die apparatuur in beslag nemen waarmee die verrekte podcast gemaakt wordt.
Hè, die gezagsondermijnende podcast. Hè, of ze vallen in slaap. Of ze gaan demonstreren. Dus dat gaan we. Nou ja. Dan moet jij zeggen van ja, wacht even, heeft u een huiszoekingsbevel? Want er moet een rechter zijn die dat huiszoekingsbevel goed heeft gekeurd. Anders mogen ze bij jou niet naar binnen. Ze zullen het vaak gewoon proberen en je wordt weg afgebluft en geïntimideerd. Maar dat is niet in de haak dus. En je weet, in politiestatus trouwens doen ze helemaal geen moeite om je huis binnen te dringen. Dan als je even niet thuis bent, dan plaatsen je hele huis vol met microfoontjes en... Nou ja, die kamertjes zijn al iets te groot voor dit werk. Dus dan word je sowieso afgeluisterd, zal ik maar zeggen. Goed, onteigening is mogelijk, maar alleen in het algemeen belang. Daar voel je ook al wel aan als burger, wat is precies algemeen belang? Je hebt natuurlijk altijd de neiging om te vinden dat jou alles wat jij graag wil en wat jij voor bent, dat dat in het algemeen belang is. Maar algemeen belang is een hele, hele vage term. Algemeen belang kan in feite praktisch alles zijn. Dat is beladen met vooroordelen, zou ik zeggen. Oké. We hadden weer een bezoeker die er heel anders uitzag dan mijn kleinzoon. Dat moet wel gezegd worden. We gaan het ook niet beschrijven in verband met artikel 1 van de grondwet. Ja, goed. Vrijheidsontneming, dat is verboden in principe. Afgezien van gevallen... gaat het artikel verder, waar volgens de wet bepaald is dat vrijheidsontneming wel mogelijk is. Je begrijpt waarom mensen kunnen gearresteerd worden en tijdelijk ingesloten, maar als je de tijdelijke insluiting weer verlengen, zoals je weet, dan moet er altijd een politierechter of een rechter aan te pas komen te zeggen, nee, hij of zij moet nog iets langer opgeborgen worden. Artikel 17, dat kan ons wel boeien, dat is iedereen in Nederland heeft recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn. Hier weten wij dat onze overheid, een openbaar ministerie, aan de lopende band eigenlijk in overtreding is van de grondwet. Anders Richard de Mos is een goed voorbeeld, toch? Ja, want het openbaar ministerie, zoals je weet, is in beroep gegaan. Ja. En het Openbaar Ministerie heeft er notabene bijgezet, het kon wel even duren. Nou is het hele probleem met Richard de Mos is volgens mij dat de rechter hem vrijgesproken is, omdat er geen overtuigende regelgeving is ten aanzien van de financiering van lokale politieke partijen. Dus hij gaat naar zo'n restaurant en zegt van joh, als je een beetje 1000 euro schokt, op mijn rekening, dan zorg ik ervoor dat je wat langer open kunt blijven in het weekend. Dat soort van dingetjes, daar ging het om. En dan zegt de rechter, ja, dat is allemaal hartstikke leuk dat je het afkeurt. En is misschien ook wel afkeurenswaardig. Maar er staat nergens in de Nederlandse wet dat het dat is. Want dat artikel krijgen we nog. Je kunt nooit iemand veroordelen op basis van een wet die je net zelf hebt aangenomen, maar die er niet was op het moment dat het delict, of het veronderstelde delict, is gepleegd. Ja, dus er moet van tevoren wetgeving zijn. Dan pas. Zo, de buurvrouw neemt haar dochter achterop. Nee, ze fiets zo snel. Die dochter kan het niet bijhouden. Ja. Kinderachtig. Oké, iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Of die dan ook van behoorlijke kwaliteit is vers 2. In Amerika heeft ook iedereen recht op rechtsbijstand. En iedereen weet... dat veel van die pro-deo-advocaten, daar heb je echt helemaal niks aan. Die zijn dronken of komen niet op tijd. Nou, weet je, Amerika heb ik het over. Hè? Weet je hoe dat, ik hoop dat het in Nederland beter geregeld is. Gek is dat je vaak wel weet hoe het in Amerika zit, maar dat je eigenlijk niet weet hoe het in Nederland zit. Dat is toch interessant. Dat je eigenlijk ook, ik weet meer van armoede in de Verenigde Staten dan in Nederland. In Nederland ben ik altijd verbaasd over armoede. Ja, maar er zijn er mensen die een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Maar iedereen heeft in principe dus daar recht op. Ja, stel je hebt geen cent te makken. Je bent in een zwerver zonder vaste woon- of verblijfplaats. En je komt voor het gerecht om een of andere reden. Dan heb je recht op rechtsbijstand. Ja, iedereen heeft dat. Als je tenminste een Nederlander bent volgens de regels die we reeds al gepasseerd hebben. Oké. Dan komen we aan die artikelen waardoor we eigenlijk aan die grondwet begonnen te denken.
Namelijk die artikelen die gaan over het welbevinden van de burgers in Nederland. Want nu zijn we gekomen aan artikel 19. Eigenlijk is dat ook dat geld, dat hoort ook tot de grondrechten. De overheid is gehouden tot de bevordering van voldoende werkgelegenheid. Of liefst, ik geloof dat het geformuleerd is, de overheid moet zorg dragen voor voldoende werkgelegenheid. Er staat wel vaak bij behoudens beperkingen bij wet gesteld. Maar goed, de werkgelegenheid is een noodzakelijke en aanhoudende zorg van de overheid. Of dat altijd wel, ja, we hebben tegenwoordig een minimale werkloosheid, dus het is nog niet grote werkloosheid, is op dit moment bepaald niet een urgente kwestie in Nederland. Ik geloof eigenlijk in geen enkel West-Europees land, eerlijk gezegd. Ja, we planten ons niet voort. Hè. En immigranten willen we ook niet, dus ja, dan zit je wel met een aanhoudend probleem. Voordat je het weet moet je het allemaal door robots laten doen. Een robot achter het karretje. Oké, dan komen we aan artikel 20. Dat gaat over bestaanszekerheid en spreiding van de welvaart en sociale zekerheid. Bestaanszekerheid is ook sociale zekerheid. Dat is artikel 20 van de grondwet. Daar zou de overheid best eens wat langer en structureler over na kunnen denken of dat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt bevorderd, die bestaanszekerheid. Met name natuurlijk de verschraling van de verzorgingsstaat is wel degelijk ook deels, niet waar, verrafeling van de bestaanszekerheid, namelijk voor al die mensen aan de onderkant van de Nederlandse samenleving. Nou ja, we zijn weer terug bij het armoedeprobleem. Dan zijn we god beter het schatrijk geworden. Hè? Je moet hier gewoon een wandelingetje door de buurt maken en kijken wat voor auto's er geparkeerd staan. Ik schrijf nog van de kosten van die huizenprijzen hier. Maar als je dus even iets gebeurt vorig jaar met die plotseling exploderende brandstofkosten, blijkt een aanzienlijk deel van Nederland eigenlijk op de rand van, nou ja, het gaat net nog wel, of net niet. Ook die mensen die hier wonen, bijvoorbeeld in dit soort. Nou, dat zal hier nou geen rol hebben gespeeld. Dat lijkt me althans niet erg waarschijnlijk. Ik kan ook niet zeggen dat ik er zelf door geteisterd ben of dat ik niet kon slapen of zo. Maar het is wel een probleem voor een groot aantal Nederlanders. Daarom zei ik, je hoeft maar te krabbelen aan de oppervlakte van de Nederlandse welvarende samenleving. En het blijkt dat tal van mensen, nou ja, net de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Hè? Net niet voor hun kinderen leuke dingen kunnen doen. Laten we daar eens goed over nadenken. Hè? Ja, je hoort ze al roepen. Want dat is natuurlijk altijd wat de welvarende burgers altijd roepen van, dat willen ze zelf. Het zijn luiwammers, ze zijn nog te beroerd om van die klotenbank op naar dit werk. Nee, meestal is dat helemaal niet zo. Ongetwijfeld zijn er ergens wel ongelooflijke luiwammers die nergens zin in hebben. En liever van de overheid dat de overheidsruif eten, maar dat is niet het algemene beeld. Dat is simpelweg onjuist. Dus dit was artikel 20, bestaanszekerheid en dus sociale zekerheid. Dan is artikel, dat is artikel 21. Ik heb hier een beetje slordig gewerkt op het papiertje. Dat betreft het milieu. De overheid is ook gehouden verbeteringen indien noodzakelijk aan te brengen in het leefmilieu. Dus dat is niet iets zo, een leuk ideetje of geheel afhankelijk van je politieke voorkeur. Nee, in de grondwet staat dat de overheid niet waar gehouden is zorg te dragen voor een leefbaar milieu. Ja, ik ben ervan overtuigd dat binnenkamers in de afgelopen jaren regelmatig is gezegd, die godvergeten klote grondwet, waarom hebben ze het er ooit in gezet? Wel ze, hè? Een beetje wat mij in de garage altijd overkwam, had je een dashboard, had je van die lampjes die oplichten, nou ja goed, zo'n bandje, dan weet je, dat is de bandenspanning. Maar er is ook zo'n motormanagementlampje, daar zie je een klein motortje en het licht geel op. Het blijft ook meestal branden dan. En dan zei ze altijd in de garage, ah, meneer Van Rossum, dat hadden ze er gewoon helemaal niet in moeten zetten. En dan weet u gewoon helemaal niet of het motormanagement wel fris is, ja of nee.